Welkom weer bij een nieuwe aflevering. En ook deze keer wil ik graag weer een paar dieren onder de aandacht brengen die hier al enige tijd vertoeven. Je kijkt hier tegen twee verstopte cavia's aan. Nou ja, bijna verstopt. Dit zijn Jaap en Joep. En Jaap en Joep zijn via de dierenbescherming bij ons gebracht met nog twee andere beertjes. Leeftijd, die hebben we er niet bij gekregen. Die was niet bekend. En ja, ze zitten hier al sinds juni 2021. Dus dat is al best wel eventjes. Ja, valt best mee als het huisje eruit is, jongens. Jaap en Joep, die kunnen zoals je ziet heel goed met elkaar overweg. Ze zijn rond en gezond. Ik ga je het niet oppakken, want ik vind het niet zo leuk. Maar, hè. En wij zoeken voor hun dus een baasje die, zoals je waarschijnlijk al ziet, het niet erg vindt dat ze een beetje moeite hebben met contact maken. Opgepakt worden in ieder geval. Al moet ik zeggen, als je ze eenmaal in de hand hebt, dan valt het eigenlijk best wel mee. De reden dat ze hier zitten, nog zitten, is dat aan de ene kant dat ze dus wat snel onder de indruk zijn. Maar ik moet zeggen, we hebben echt wel setjes zitten die veel banger zijn en wel zijn verhuisd. En de tweede is gewoon hun leeftijd die niet bekend is. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ze uiteindelijk niet degene zijn geworden die mochten verhuizen. Maar ja, ze zijn wel kei lief. En ja, zover wij kunnen zien zijn ze echt wel, zelfs iets te rond en gezond. Ja. Yeah. Dus Jaap en Joep zouden het kei leuk vinden als ze mogen verhuizen. Ja. Yeah. Kijk, ja. Yeah. Zal ik nog wat eten pakken? Ja, yeah. Wordt dat een minder fiasco als de vorige keer bij dat andere setje? We gaan het even zien. Ja, natuurlijk neem je het mee naar de veiligheid. Nou. En dan hebben we er hier nog twee die al sinds augustus bij ons zitten. En eigenlijk hadden we het niet verwacht. Dit zijn Orzo en Urzan. En die zijn ongeveer 2,5 jaar oud. Ze zijn geboren op 24 augustus 2019. Ze liggen er hier heel chill bij, want ze zijn uiteraard aan het uitbuiken. In de kooi zijn ze best wel een beetje watjes. Maar als je ze eenmaal op schoot hebt, dan zijn het eigenlijk best wel prima tamme cavia's. De reden dat ze hier nog zitten is aan de ene kant dat ze dus wat angstig zijn. En aan de andere kant omdat ze rode ogen hebben, allebei. En in ieder geval degene die kwamen kijken en waarvan we dachten dat het misschien zou klikken, die vonden dat niet mooi. Ja, ik weet het. Een van de twee ligt heel gezellig met zijn neus in de buis, maar goed. Het zijn twee bijna identieke cavia's om te zien. Daar zag ik een graap. Orzo en Urzan kunnen zoals je ziet erg goed met elkaar overweg. En als ze eenmaal gewend zijn, zijn ze echt wel heel gezellig aanwezig. Het is witlof, hè. Ik wil zeggen, ga lekker witlof eten. Kijk, dat is gezellig. Oep. Nou, Orzo en Urzan die mogen dus ook alleen maar samen verhuizen. Het zijn overigens twee Russen. Dat, zo heet dit ras, zeg maar de Siamese, maar dan van cavia's. En voor zover we kunnen zien zijn ze keigezond. En ja, zeg nou zelf. Ook deze schatjes verdienen toch een keileuke baas samen. Een keifijn huisje. Ja. Ja, jullie eten wel op de camera, hè? Ja. Dat was beter dan de vorige week. Bij het andere setje. Ja. Nou, ben je op zoek naar een leuk setje wat al wat langer bij ons is? Of weet je iemand die op zoek is naar dit schattige setje? Laat het even weten. Neem even contact op. En ja, hopelijk tot snel. We hebben ook een online e-magazine. Wil je daar lid van worden? Ga dan snel naar kenniscentrum.beestenplein.nl. Tot daar!